De officiële opening van de Eddy Veldman Prupagni Pokuscoro heeft vanmorgen plaats gehad in de Claudetta Tony Multifunctionele Center te Pulapantje. Tijdens deze scoro konden kansarme kinderen drumles volgen bij de drummer Eddy Veldman. Volgens Rudy Spa, directeur van de Multifunctionele Center, is de school vernoemd naar Eddy Veldman. Hij heeft namelijk Suriname op een waardige manier uitgedragen in het buitenland. Ook heeft Veldman in samenwerking met de Muziekschool Amsterdam de Prupagni School op verschillende manieren ondersteund. Ik heb drumles. En ik heb heeft me laten praten met, laten we zeggen, de leiding van de Muziekschool Amsterdam. En toen is toegezegd dat wij wat ondersteuning zullen krijgen voor kansarme kinderen. Zeggen wij in Suriname. En dat is wat wij dus vandaag officieel openen. De school draait al, de drumschool draait al, dus nu is het 2 maanden. Dus we zijn begonnen met, zeg maar, onze lokale drumlezen. Het zijn bijvoorbeeld met meneer Sweden en ook Carol Deelgaard. Maar nu vrij ons gelukkig dat de Eddy hier in de Veldman er is. En hij de zaak verder voor een paar dagen kan trekken. Rudy Spach geeft verder aan dat de school is opgericht voor de kinderen van Pulapantje en omgeving. Op de Eddy Veldman Prupagni Pokuscoro worden de kinderen de basistechnieken van drummen aangeleerd. De jongeren hebben veel adrenaline. Het voordeel is dat ze vanaf nu de basis, zeg maar, principes van drummen. Bijvoorbeeld, daarnet had ik iets van paradiddelen. Dat is het begin waarmee je met drummen begint als op een verantwoorde wijze wil leren. Want je hoort het op de achtergrond, dat is een van de basisprincipes om goed flexibel, flexibele pauzes te hebben, zodat het drummen makkelijk kan gaan. Rudy Spa, directeur van de Claudetta Tony Multifunctionele Center te Pulapantje. Hij sprak vanmorgen tijdens de officiële opening van de Eddy Veldman Prupagni Pokuscoro. Kansarme kinderen kunnen op deze school onder andere drumles volgen.